ga met mijn billen bloot. Oh, waarom ook niet? Ik kan me voorstellen dat je benieuwd bent hoe ik een succesvolle VA ben geworden. Misschien denk je wel dat dat voor jou ver van je bed is en dat het niet mogelijk is als je, omdat je gelooft dat het niet realistisch en haalbaar is voor jou. Ik weet dat velen die mij kennen, die denken, die Danielle, die doet dat toch maar. En ze is zelfverzekerd, een echte doorzetter, niet snel bang. Maar dat is het juist helemaal niet. Want vroeger was ik verlegen, terughoudend en ik durfde niet voor mezelf op te komen. Keuzes maken vond ik ook heel lastig. Ik liet een ander liever keuzes voor mij maken in plaats van dat ik ze zelf maakte. Zo moeilijk vond ik dat. Alleen heb ik geleerd om steeds meer door mijn twijfels en keuzestress en angsten heen te gaan. En voor mezelf op te komen en mijn eigen keuzes te maken. Gewoon door te doen. Ik doe al jaren, maar de twijfels en angsten die zijn er nog steeds wel eens. En als je jezelf hierin herkent, dan hoop ik je te kunnen inspireren en te confronteren om je angsten aan te gaan. Want het heeft mijn leven zoveel veranderd. Het heeft me zoveel gebracht. De video's die ik maak, daar zie je een zelfverzekerde Danielle op. Dat is een kant die ik in de loop van de jaren ontwikkeld heb. Want ik was een vrolijk maar terughoudend meisje dat niet voor zichzelf op durfde te komen. Ik hing er vaak maar bij en durfde mijn mening niet te geven. Bang om kritiek te krijgen. Wie was ik om dat te zeggen of om te doen? Maar ik had zeker een kracht in mij om voor mezelf te gaan staan. Ik had wel degelijk een mening en natuurlijk kon ik mijn eigen keuzes maken. Ik moest me er alleen bewust van worden en het gaan doen. Want natuurlijk had ik dromen die ik waar wilde maken. En voor mij was dat de gouden sleutel, die twee krachten om die in te zetten. Bewustwording en niet zeuren, gewoon doen mentaliteit. Als kind was ik een lief en vrolijk meisje. Samen met mijn 3 jaar oudere zus Carolina woonde ik met mijn vader en moeder in het Brabantse dorp Gelderop tegen Eindhoven. We hadden het niet bereten, elk dubbeltje moesten we omdraaien. Maar ik was gelukkig met het beetje wat we hadden. En toch wist ik dat ik het later anders wilde. De doorzetter in mij was het toen eigenlijk al. Een makkelijke jeugd was het niet. Als kind zorgde ik al voor mijn moeder, die psychisch ernstige problemen had. Alle zorg en aandacht ging naar haar toe. Mijn energie en passie kon ik kwijt in het knutselen van allerlei leuke dingen. Daarmee kon ik laten zien wat ik goed kon en zo kreeg ik mijn aandacht. Die passie om ergens voor te gaan, om ergens energie in te steken en beloond te worden, dat had ik toen al. En dat maakte mijn leven een stuk leuker. Ondanks dat ik moeilijke keuzes kon maken, had ik sterke wil. Ja, als ik iets echt wilde, echt, dan lukte me dat wel. Toen ik 17 was en mijn man leerde kennen, nou, onze relatie die kende mooie, maar ook turbulente tijden. We kregen samen 3 prachtige kids. De oudste 2, die vragen extra aandacht en energie. En terwijl dat speelde, belandde mijn man in een moeilijke, zware periode, wat de doorslag had op ons hele gezin. Ik heb jarenlang mezelf weggecijferd. Keuzes maken, die liet ik mijn man doen. Dan hoefde ik ze niet te maken. Ik zorgde dat het met iedereen goed ging. En als zij gelukkig waren, dan was ik dat ook. Tot het moment dat alle heftige situaties in mijn leven samenvielen. Ik kon niet meer. Ik zag het leven regelmatig gewoon niet meer zitten. Wat mij overeind hield, was om de dingen te gaan doen waar ik gelukkig van werd. Om mezelf op de eerste plaats te zetten in plaats van helemaal achteraan. Om mijn energie en passie in iets te gaan stoppen zodat ik blij ervan werd. 15 jaar lang wist ik niet welke richting ik nou op wilde met mijn carrière. Tot ik de term virtueel assistent hoorde. Ik werd me er bewust van om deze kans aan te grijpen. En ik stopte al mijn passie en energie erin. Het was een hele mooie uitvlucht om even alles te vergeten. Een spannende stap, maar niet zeuren, gewoon doen mentaliteit was de sleutel tot succes. En inmiddels gaat het met mijn man en kinderen een stuk beter. Ik geniet van ze, maar ook van alle stappen die ik zet in het ondernemerschap. Want vanaf dag 1 dat ik startte als VA, ben ik de dingen gaan doen die ik leuk vond. En dat is het gave, want als VA kun jij kiezen wat jij leuk vindt. En bij elke verandering die nodig is, word ik me ervan bewust en zet ik die niet zeuren gewoon doen knop om. Omdat ik wil gaan voor mijn geluk. En als ik gelukkig ben, dan is mijn gezin dat ook. En dat gun ik jou ook, door je bewust te worden van je angst en je twijfels. Dat je ze bedankt voor de wijze lessen die je van ze hebt geleerd, maar dat het voor nu tijd is om verder te gaan. Om gewoon te gaan doen.
En ze mogen er zijn, die angst en twijfels, maar niet meer de hoofdrol spelen in jouw leven. En nu is het jouw tijd om die te pakken. Pak dat moment. En als afsluiter van deze blog wil ik je zeggen dat ik het je zo gun. De transformatieproces door te maken zoals ik heb gedaan, maar dan jouw eigen proces. En dat jouw cocon openbreekt en dat er een prachtige vlinder uitkomt waar al je dromen uit voortkomen. En jouw dromen, dat je die waar gaat maken. Omdat ik weet dat er in jou zitten. In jou zit ook zo'n powervrouw. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.